jongens, ik zie hier allemaal volwassenen, mannen met helmen op. Ik zie een half gebouw. Wat is hier aan de hand? Wie kan mij dat vertellen? Jij niet, jij wel. Er wordt nu de eerste verdieping wordt zo gelegd. Waarvan? Van de nieuwe school. Van de nieuwe school. En waar is jullie oude school gebleven? Ik ben nog steeds bezig met slopen. Oké, en wat voor school wordt er gebouwd? Ja, een hele nieuwe school waar allemaal scholen in één komen. Weet ook iemand welke scholen als hier komen? De Meidoren en de Bron. En de Bron. Komen jullie hier allemaal op school? Nee, wij komen niet meer, want wij gaan dit jaar van school af, dus wij komen dan niet meer hier. Word je een brugpieper? Namens de besturen van Cambium, de Bron, de Meidoren en het SKO, heet ik de wethouder Lisbeth Vos. Hartelijk welkom voor het verrichten van een eerste startbouwhandeling. Normaal dan hebben we het over een eerste paal. Maar we hebben hier geen palen. Nee. Met de vloeren, die lagen in 3 dagen. Dus dat was ook een snelle handeling. Dus we hebben wat bedacht om toch dit moment samen met u te markeren. En dan is het dan bijzonder leuk dat we dat met een afvaardiging vanuit de 3 scholen en de kleinste voorop, dat we dat samen mogen doen. Dus ik wens u heel veel succes. Het is enorm leuk om even met u terug te kijken. Toen wij voor het eerst naar deze wijk gingen en zeiden tegen de mensen hier om ons heen, en er zijn een aantal buurtbewoners, zijn er gewoon gelukkig bij. Wij willen hier graag een school gaan bouwen van de Meidoorn en de Bron en de kinderopvang. Is er dan een plan? Nee, er is geen plan. Dat plan gaan we samen met u ontwikkelen en bedenken. Dat samen hebben we opgezet. En dan mogen we hier vanmorgen zijn met een aantal kindertjes. Maar nu moet ik zometeen wat doen. En nu heb ik 1 kindje nodig die mij helpt. En de rest moet mij helpen tellen. Want jullie kunnen allemaal tellen, denk ik, of niet? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kijk, wij kunnen dat. Kijk eens. Kijk, hier. Hebben wij gedaan. Dat is mooi. Ja! Yes! En ik hoop u natuurlijk weer te zien als we dit mooie pand gaan openen. En dat is volgend jaar herfstvakantie. Herfst volgend jaar. Nou, wij zijn super blij met het mooie project waar we bij betrokken zijn. Dus waar we samen met kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang een onafhankelijke positie binnen het MFK neer gaan zetten. Dus voor alle kinderen, zowel de Meidoorn als de Bron, kunnen bij ons komen spelen. Ja, ik sta hier tegenover 2 mannen. Oud-directeur van de Bron, de heer Kades. Tot ongeveer 1 jaar geleden. Dus druk geweest met dit project tot de aanbesteding, totdat deze meneer in beeld kwam. Het wordt een heel project, echt een gigantisch groot project. In mijn ogen is het heel groot. Hoeveel tijd is er overheen gegaan van de Bron naar dit? Ja, 4 geleden kwamen we met het eerste idee. Wezep was heel druk, hè? De gemeente Oldebroek was heel druk. Alle scholen moesten vernieuwd worden. En de echte kiem is nog wel 4 jaar eerder. Toen de bestuurlijk de koppen een beetje bij elkaar gestoken werden. Van wat willen we nou voor de toekomst voor de komende 20 jaar in Oldebroek realiseren voor de scholen. En 4 jaar geleden hebben we gezegd als Meidoorn en Bron. Wij zouden iets voor elkaar kunnen betekenen samen met de kinderopvang. En eventueel andere gebruikers die nog... Ja, en dan hoor ik iets over Lego-steentjes. Ja, dat was in de beginfase toen we met de buurt... We hebben heel veel met de buurt samen gedaan. Toen we dat zaten te bedenken, wisten we ongeveer de volumes. Hoe groot dat zou zijn, dat hebben we getekend op schaal. En dat klopte dan die schaal met Duplo-blokjes. En toen hebben we de Duplo-blokken gewoon met de buurt zijn we gaan bouwen. En hebben de Duplo-blokken zo neergezet dat de buurt een idee kon krijgen van hoe hoog wordt dat nou. En welk deel van het terrein wordt nou eigenlijk bebouwd. Om daar een beetje een indruk van te krijgen. Meneer Siluis, normaal als ik hier zou staan zou ik uw huis zien. Maar ik kijk nu tegen beton aan. Nou ja, goed, je weet wat je te wachten staat. We zijn er ook voorbereid als buurt. We hebben alles meegemaakt van begin af aan. We hebben zelf de school via Lego stenen opgebouwd. Ja. Jullie mochten zelf meebouwen? Wij mochten zelf meebouwen. Oh, het is ons al ook goed gelukt. Ja. En nu staat er een gedeelte. Dus het uitzicht voor
ja, voor u is ook al een beetje minder. Hoe vindt u het nu? Kijk, ik vind dat niet zo erg. Ik kijk er nog een beetje langs in. En die Duplo-blokken, dat zijn nu echte betonnen blokken? Dat zijn nu echte blokken, ja. Kalkzandsteenblokken en betonelementen, betonvloeren, staalelementen. Dus wij zijn verder gegaan in het Duplo-gebeuren, zeg maar. En we hopen dat we volgend jaar, als het allemaal weer heel mooi weer is, dat we een behoorlijke stap gemaakt hebben. En meneer Kalen, zou het alles goed in de gaten als de Duplo-blokjes allemaal goed uitgevoerd worden? Tekening hoor, dat komt vast allemaal goed. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een mooi gebouw is. Wij vonden het zelf een mooi gebouw. Het is natuurlijk een architectenselectie geweest, ontwerpselectie. Dit kwam voor ons als mooiste gebouw. En ook qua praktische inzetbaarheid, ja, het meest goede gebouw wat we konden bedenken, zeg maar. En ik hou van kinderen door de straat. Dus eigenlijk vindt het heel leuk. Als ik zomaar kinderstemmetjes hoor, dan word je er zelf weer vrolijk van. He? Kijk, ja, mooi. En zo kijk ik er tegenaan. Ja. En valt allemaal nog wat mee, hoor. Ja, hartstikke mooi. Bedankt. Ja.